Hey, dit is Blue Shark. Ik heb weer een prachtige replay gekregen van Justin, 1819 onze clan. Weer met zijn vaste Balloonian strategie. Deze is perfect uitgevoerd. Hij start weer heel zorgvuldig met kleine groepjes ballonnen. Die luchtafweer wil hij er eerst uit hebben. Hij gebruikt elke keer een rage spell. Hij hoopt dat ze doorgaan naar de luchtafweer. Nope, ze gaan niet door naar de luchtafweer. Die blijft nog staan. Gunstelingen die werken de buitenste gebouwen al stilaan weg. Weer een rage spell, de volgende groep ballonnen. Die luchtafweer is al meteen weg. Die stond al vrij ver naar buiten, was geen probleem. Tovenaarstoren, heel krachtig, maar heel zwak ook tegelijk van hitpoints. Hier komt de volgende groep ballonnen. Oh, een luchtbom. En ze gaan meteen naar de luchtafweer. Dat is mooi, die is weg. Nu kunnen de gunstelingen vrij hun werk doen. Alleen de tovenaarstorens zijn nog de grootste zorg, zeg maar, voor de gunstelingen, want die groeperen heel graag en dan worden ze zo uit de lucht geschoten. Maar die laatste tovenaarstoren is ook al weg. Dus eigenlijk is nu de overwinning al bijna gehaald. Enkel de luchtafweer kan het hem nog zuur maken. Maar die ballonnen gaan wel de goede richting uit. De luchtafweer kan maar één ballon tegelijk schieten, dus hij gooit er nog wat gunstelingen bij op, zodat hij zo snel mogelijk weg is geveegd. Oké, mooi zo. Overwinning is eigenlijk al gemaakt. Hij heeft al serieus wat buit geplunderd. Al meer dan 600.000 in totaal, dus dat is prachtig. Laatste gebouwen worden geveegd. Stadhuis nog en het kasteel nog. Oké, mooi zo. 100%, 3 sterren en een prachtige buit. Goed gedaan, Justin.